The objective is mine. Perfect. Objective captured. Afgelopen vrijdag was ik in Amsterdam in de Undercurrent. Een heel tof Overwatch evenement. Voor het eerst was het mogelijk om Overwatch te kunnen spelen op de consoles. En sowieso moet ik eerlijk toegeven, we hebben Overwatch veel te weinig aandacht gegund op Gamescom. 2 jaar lang al en weinig previews. Dus nu gaan we het inhalen samen met Marcel, natuurlijk onze e-sport man. En aangezien Overwatch best wel wat potentie heeft om een goede e-sport game te worden. Heel veel potentie. Vandaar dat we jou eigenlijk erbij hebben gehaald. Wat wil je weten? Nou ja, goed dat je het zegt in ieder geval. Ik heb hem niet helemaal voorbij laten gaan. Ik heb hem al gespeeld op Gamescom en op andere versies. Ik dus niet en ik heb er spijt van. Echt. Ja. Het was echt cool. Het is fucking cool. Het is echt een super mooie game. Het is dat allereerst, ja. En inderdaad, ik heb een paar vragen voor jou. Okay. En ik wil beginnen eigenlijk met het concept van de game. Het is een team-based shooter waarin team-based echt centraal staat. Dus het gaat niet om je kills, het gaat echt om wat jij kunt betekenen voor je team. 6 versus 6. Een beetje à la, vergelijk het met bijvoorbeeld een Battleborn, wordt heel vaak gezegd. Maar wat ik er vooral in terugvond was Team Fortress 2. Maar dan met veel meer karakters en veel meer uniekere rollen, leukere omgevingen. En dat is eigenlijk een beetje het concept. Ja, er zit ook nog een heel verhaal achter van elke hero heeft natuurlijk zijn eigen backstory. En er is één grote backstory van de Omnic Crisis en het Overwatch, de divisie, zeg maar. Precies. Maar het komt erop neer, 6 versus 6. Knokken. Ja. 21 verschillende heroes. Wat ik vooral cool vind van de settings en wat ik vooral heel erg blij van was als ik een game op het begin speel, dat ik ook in staat ben om kills te maken. Ja, ik ben ook een noob. En de pers ook. Op zo'n persruimte, er staan 24 PlayStation 4's klaar en ja, niemand heeft enorm veel ervaring. Sowieso niet met de PlayStation versie, want die was dus razend nieuw. Ik kan het zeggen. Maar dat moet ik ook wel nageven. Je hebt heel veel e-sport games, zeg bijvoorbeeld een Counter-Strike Global Offensive of een League of Legends. Dat is eigenlijk alleen maar leuk als je goed bent. Dat is heel lastig om inderdaad om in te komen. Ja. Ik vind Overwatch een beetje zelfs Heroes of the Storm. Het heeft een heel laag instaplevel, maar uiteindelijk heel veel diversiteit. Ja, en dat is Overwatch gaat daar meteen in dat straatje. Het is natuurlijk ook Blizzard, dus je hebt die kenmerkende Blizzard kwaliteit. En het is gewoon leuk om niet alle kills te halen, maar om een beetje jouw eigen rol in het team te vinden. En te denken, oké, als ik niet heel snel ben met schieten en met kills maken, dan ga ik wel supportive of dan ga ik een tank zijn of verdedigen. Precies. En dan word je ook beloond. Daarom. En de tanks en support zijn al evengoed net zo gaaf. Dus het is niet dat ik denk van, ik moet support. Nee, dan denk ik van, oh yes, nice, mag support. Dat is, ik moet zeggen, kills maken is in elke game leuk. Tuurlijk. Maar met Overwatch waren er echt een aantal supportive rollen die me zo goed lagen. Bijvoorbeeld Zenyatta is een soort van robot die eigenlijk niet zulke hele sterke aanvallen heeft van zichzelf. Maar die kan dus wel de verschillende buffs en soort van... healing pakketjes. Ja, healing pakketjes. Maar bijvoorbeeld ook dat je een tegenstander even, dat hij meer damage krijgt. Gewoon dat soort dingen doet. En dat kan zo handig zijn voor jouw team. Dus dan... Ja. Je bent dan wel supportive, je maakt niet alle kills, maar je draagt wel enorm veel bij. En dat is gewoon top. Precies, iedereen kan gewoon de beslissende factor zijn. Maar je had net al over die Blizzard kwaliteit, hè? Ja. Kijk naar Hearthstone, World of Warcraft, Warcraft 3 Frozenstone. Wow, dat soort dingen. Weet je, dat soort dingetjes bijvoorbeeld. Blizzard heeft gewoon echt een hele hoge kwaliteit qua games. Blizzard maakt eigenlijk, dat moet je ze toch nageven, ze maken eigenlijk nooit een flater. Nee. Of bijna nooit. In ieder geval in de afgelopen 10 jaar maken ze eigenlijk niks slechts. En Overwatch is serieus de eerste nieuwe IP, de nieuwe franchise die zij lanceren sinds 18 jaar. En ook hier zou je van kunnen zeggen, die Blizzard kwaliteit zit er weer in. Want gewoon vanaf het eerste potje wat je speelt, merk je gewoon, dit is tof, dit is verslavend. Dit wil ik niet met allerlei collega's van de pers spelen, maar ik wil gewoon mijn maten naast Lekker, me hebben. Precies. En, ja, precies. Goede communicatie. En, ook, ze doen een shooter, het is team-based. Ze hebben hier eigenlijk relatief weinig ervaring in. Maar toch, die Blizzard-kwaliteit, ik zweer het je, je hoeft maar echt 2-3 potjes te spelen en je merkt, dit gaat iets worden. Dit is tof. Ik heb niet heel snel dat ik zeg maar een game dat ik echt denk van wow, dit is leuk. Maar bij Overwatch had ik echt iets van dit wil ik vaker spelen. Ja. En vooral met vrienden, weet je. Ja, en je wil er goed in worden. Je denkt, die ene maat van mij die is altijd goed met kills maken. Die gaat maar lekker een attack rol nemen. Ik en deze andere buddy zijn een tank en defensive en zo. Ik ben altijd tank. Ja, ben jij tank? Ja, ik ben toch meer die supporter. Oh, ja, ik kom iedereen redden, maar maak zelf geen kills. Ik ga gewoon overal voor staan. Ja, oké. Je staat graag in de center of attention. Ja, precies. Ja, misschien dat is inderdaad. Ja, wie weet. Nee, het is, je kunt er niet omheen. Het is echt, het is Blizzard kwaliteit. Het is leuk. Je wil dit spelen met je vrienden. Dat sowieso.
Hé, hey, maar Tom, ik heb nog één vraagje voor jou. Ja, hit me up. Nou, je zei net dat je het speelde op de console. Ja, het is voor het eerst was mogelijk om de console te spelen. We hadden al met z'n allen een PlayStation 4'tje aangesloten. Hoe was dat? Want ik heb het alleen gespeeld op de PC. Ja, ik moet ook zeggen, dat is misschien het enige nadeel wat ik had aan het einde van de perstrip, was dat ik dacht, consoleversie loopt goed. Dat is goed. Het loopt 60 frames per seconde, redelijk nice. Stabiel lijkt het ook te zijn. En gewoon mooie resolutie, je kunt echt goed gamen, dat spel. Maar met de controller vind ik het toch weer moeilijker. Want je hebt natuurlijk die verschillende heroes. Ze hebben natuurlijk niet allemaal evenveel abilities, maar je hebt er een paar die hebben echt verschillende wapens. Die wapens hebben verschillende mogelijkheden, ze hebben verschillende buffs, ze hebben allemaal een ultimate ability. En op de PlayStation controller vond ik het af en toe gewoon moeilijk om al die knoppen te vinden. Het wordt heel complex. Ja. Al die abilities is... Oh, vooral in je eerste half uurtje moet je echt even wennen aan hoeveel knoppen er zijn en hoeveel... Tenminste, als je de hero pakt met veel abilities. Dat is altijd, ja, inderdaad, ja. Dus het spel loopt goed en ik weet zeker, je kunt aan de controller binding kun je vast wel wennen. Of je kunt hem zo tweaken dat hij fijn is voor je. Maar alsnog denk ik dat het beter tot z'n recht komt op PC, omdat je daar natuurlijk gewoon een toetsenbord hebt. Ja. En daar valt zo makkelijker valt dat allemaal te tunen dan met een controller. Ik zit vooral te denken aan DPS, zeg maar. Als ik een assassin wil, dan wil ik mijn DPS liefst zo laag mogelijk hebben, zodat ik het al goed kan mikken. Maar ja... Dat is natuurlijk wel, dat gaat met de PlayStation weer moeilijker, dat je snel je sensitivity omhoog zet of zo. Precies. Maar ja, waarschijnlijk krijg je ook gewoon twee kampen. Dat gewoon Overwatch wordt heel groot op PC en wordt een beetje een leuk vertoeven op de Xbox One en de PlayStation 4. Maar bijvoorbeeld dat hele e-sports gebeuren wat er misschien aan gaat zitten komen voor Overwatch. Zit er aan te komen. Dat zit er sowieso aan te komen. Blizzard man, die een zak geld. Ja, nee, precies. Maar dan denk ik wel dat gaat op PC gebeuren. Het is super tof dat Blizzard het ook meteen naar PlayStation 4 en console brengt. Zelfde release datum, ook 24 mei. Had ik niet verwacht om eerlijk te zijn. Nee, ik zag het eigenlijk ook niet aankomen. Maar die wind van consoles die waait nu ook door Blizzard. Dus die, weet je, ze hebben ook al Diablo hebben ze al uitgebracht op de consoles en ja, dat gaan ze denk ik nog ook wel vaker doen. Bij Overwatch, het werkt, maar als je die e-sporter pro wil worden, PC... Dan zou ik toch voor de PC gaan precies. Maar hey, even goed de game op de console, dus... Blizzard, dikke thumbs up dat het überhaupt dat je het doet, want je brengt wel iets compleet nieuws naar de consoles. Ja, samen met Battleborn dan, maar... Details. Ik vind het fantastisch werken en ik zou zeggen, mocht je hem nog niet op je radar hebben staan, hou Overwatch in de gaten, want het wordt waarschijnlijk groot in de e-sport. Het is gewoon super vermakelijk. Gewoon een leuke game. Het is gewoon echt een leuke game. Omdat je aan het kijken of aan het spelen bent, ik heb zoiets van wauw. Ik weet ook niet hoe ik het in woorden moet zetten, maar het is gewoon leuke chaos. Het is heerlijk. Ja. En het is ander tempo, eigen gezicht, leuke karakters. Als dit niet duidelijk genoeg is, Marcel is ervan overtuigd, ik ben ervan overtuigd. Wat wil je nog meer? Overwatch. Go buy it. Ja, ik weet ook niet wat ik... Ja. Doe het. Doe. Gaan. Oh, wat zit je hier nog? Bestellen. Ga halen. Pre-orderen. Hup, al tap. Dat is Blizzard met een zak geld. Ja, pre-order die shit. thanks. Graag gedaan, Blizzard. Zie je. Mooie code is altijd goed.